Tijdens een vlucht van Singapore Airlines is een passagier omgekomen. De Boeing was onderweg van Londen naar Singapore toen het in een luchtzak terechtkwam. Het toestel onderging hevige turbulentie en moest een noodlanding maken in de Thaise hoofdstad Bangkok. Enjoy the plane. As I recall, the seatbelt sign came on and as soon as I saw it, I put my seatbelt on. And at that very moment, the plane just suddenly dropped. The thing I remember the most was just seeing objects and things flying through the air and I was covered in coffee from the gentleman next to me. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De overledene is een 73-jarige Britse inzittende.